Deze sms is door mij doorgestuurd op het ministerie. Conform de regeling met de artikel zoals het schets. Ik schets u alleen dat wij hem niet kunnen terugvinden in het archief. We weten niet waarom. U kunt niet uit het feit dat dit sms niet is terug te vinden een trend achterhalen. En ik ga me hier ook niet verantwoorden naar de Kamer door het voorzitter inzage dadelijk te geven. Sms-verkeer vinden. Ik ga het gewoon niet doen. Dank u. Het is bekend geworden dat premier Mark Rutte opnieuw informatie voor ons heeft achtergehouden als burgers. En ook voor de volksvertegenwoordiging. Hij beweerde dat het nodig was om elke dag sms'jes te verwijderen. Terwijl hij gebruikte een Nokia 301 en daarop is ruimte voor duizenden sms'jes. Het enige wat mogelijk is dat hij zijn sms'jes op zijn simkaart bewaarde en dat hij daarom max sms'jes kon bewaren. Maar dan heeft hij natuurlijk ook mensen om zich heen die kunnen vertellen hoe dat beter kan. Wanneer je mensen vertegenwoordigt, dan moet je transparant zijn over hoe je mensen vertegenwoordigt. Nu is het dus zo dat Rutte zelf uitkiest welke sms'jes die weggooit en welke dus niet meer getoond kunnen worden naar ons als burgers. Bij Rutte is dat natuurlijk ook een patroon. Dan zegt hij, ja, mijn geheugen laat me in de steek, ik heb er geen actieve herinnering aan. Maar op het moment dat hij een telefoon met geheugen voor hem heeft, kiest hij er actief voor om dat niet te gebruiken, zodat hij geen actieve herinnering heeft, ook niet via technologie. Dit alles toont aan dat met Mark Rutte eigenlijk geen nieuwe bestuurscultuur mogelijk is zoals hij ons heeft beloofd. Het is ook op zijn best heel erg naïef van andere politieke partijen dat ze met Rutte in het kabinet zijn gestapt en gedacht hebben dat ze daarmee een nieuwe bestuurscultuur mogelijk zouden kunnen maken.